Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan boodschapjes doen. Daarna gaan we mijn ouders ophalen. En dan gaan we lekker hier gezellig eten met elkaar. Kunnen ze het huis bekijken, kunnen we verhalen, gezellig kletsen. En dan zullen we deze week wel weer leuke dingen gaan doen. De mannen krijgen wat lekkers van de boodschappen. En ik heb een heleboel boodschappen op te ruimen. Dat ga ik nu even doen. En als dat gedaan is, ga ik lekker alvast de lasagne klaarmaken. Zodat als we mijn ouders straks thuis komen, dat die zo de oven in kan. En dat we gezellig kunnen gaan zitten kletsen. En natuurlijk hebben we lekkers voor toe. En als echte Nederlanders nemen we natuurlijk onze saus mee. Het is toch een fantastisch gevoel dat je gewoon met je ouders in Portugal, in een fantastisch huis, gezellig buiten gaat eten. We hebben natuurlijk zo'n ontzettend onnodig dingetje voor onze deur. Maar kijk, daar heeft ze een lekker plekje. En mensen zeiden, jij moet ook water geven. Natuurlijk, ze krijgt altijd water. Water eten. Maar ze is nu blij dat ze binnen ligt. Want het zeikregent. Het stortregent. Ze heeft een lekker warm plekje. Ga maar lekker eten, meisje. Ga maar eten. Het is zondag. Ik heb even aangestoken. Had je van de week al verteld. Maar het was nu even vannacht een flink nachtje. Ook omdat deze er 7 keer uit moest. Ik was op een gegeven moment helemaal klaar ermee. Ik ga met alle liefde eruit, maar 7 keer. En op een gegeven moment had ik dat hij ook een soort van dement wordt. Want hij hoeft er helemaal niet uit in principe. Buiten doet hij niks, maar hij denkt dat hij eruit moet. Dus ik had het even gehad, zeg maar. Ja, dat kan gebeuren. En toen bopte ook nog 3 keer uit. Dus het was feest. En, maar ik wilde eigenlijk dit vertellen. Lof staat al 10 minuten voor het raam te kijken. Want Wilco is zijn badje aan het verschonen. Er komen weer hele mooie dagen aan. Dus dan gaat hij weer heerlijk zijn zwembadje in. Maar die staat hij dus te verschonen en te vullen. En dat vindt deze maar al te interessant. Nee? Ja, hè? En sinds ik bij de voorkant een mandje heb gemaakt voor Vos, slaapt ze elke nacht bij ons. En loopt ze dus ook bijna elke nacht, elke ronde mee met Max. Tot er op een gegeven moment dacht, slok je van mijn keel. Bekijk het maar. Je gaat er nu te vaak uit. Ik blijf nu lekker liggen slapen. Vond ik zo schattig. Lag ze heerlijk te slapen. Maar we zijn even aan het kijken of we wat van de bakker gaan eten of dat we lekker ergens gaan eten. Lunchje, want het is natuurlijk heerlijk weer. Dan moeten we er eigenlijk van nemen dan. We hebben een paar slechte dagen gehad. In de zin van af en toe een buikje, maar vooral veel wolken, maar wel 22 graden. Dus je liep gewoon in je zomerjurkje, in je korte broek en shirtje, Wilco. Maar zon is natuurlijk wel het lekkerst. Oh, lekker schoon badje. Oh, wat zit er veel water in. Wat heb je vol gedaan? Lekker! Best wat we mee hebben genomen, hè? Ja. Dat badje. Ja. Lekker, hè, jongen? En dan gaat hij meestal nu schuren. Nee, ik moet nog even in het badje. En wat sta jij een beetje zielig te kijken? Nee. Wat sta jij zielig voor je uit te kijken? Hè? Is je mijn vriendinnetje er niet? Is Vosje weg? Dit is ook echt Portugal, hè? Net stralende zon waar ik liep en nu weer wolken. Ja, dan kan het ook straks weer zon zijn. Dus we gaan gewoon lunchen. En ja, onder mijn rokje heb ik gewoon mijn sneakertjes aan. Nou, deze kunnen er wel onder. Die zijn subtiel. Omdat we nog even een stukje daar gaan wandelen. En we hebben lekker eten. Een uitzicht. We zijn na het eten nog even bij mijn ouders kopje thee gaan drinken. In het dorp. Ik heb bij Bartje een paar boodschappen gedaan. En nu is het lekker tijd om te gaan rusten. Het is dinsdag. Wilco is padellen. Het is stralend weer. Ik ga zo de barbecue voorbereiden. Mijn ouders komen barbecuen vandaag. Morgen komt Anne-Lore, dus dan zullen ze even wat minder zien. Zoals iets, nou, kom dan gezellig nog even barbecuen vandaag. Het is toch prachtig weer. Dus ja, de was hangt buiten. En ik ga even de keuken in. Dan weer op de koppen. Dan komt ze ook van de fiets. Ja, dat moet volgende keer. Nu zit de haar goed. Nu zit er naar binnen verhuisd, want het ging een beetje stippelen. Huh? Het is lekker buiten. Het is nu wel lekker buiten. Goedemorgen, het is woensdag. Het is bijna 8:30, dat betekent dat ik mijn schoenen aan ga doen, mijn tas ga pakken en dat we naar het vliegveld gaan voor onze volgende gast.
Zo, ik heb croissantjes gehaald, lekker. Ze zijn nog vers. En nog iets lekkers breadpudding, die ga ik lekker eten. Dan op naar het vliegveld. Nou, dan komt het top uit, want ze heeft net gestuurd dat ze geland is. En wij zijn er, dus dan zien we er zo. Nou, ze is er. Gezellig. Gelijk spullen voor jullie. Hè? Ga maar kijken. Ga maar bij Annie kijken. Ga maar Annie kijken. Inmiddels is het avond. Liggen we lekker op de banken. In de hoop dat de tv het gaat doen. Dat we daar ook verder kunnen kijken. We waren gebleven dat we Anne-Laure hadden opgehaald. En toen zijn we lekker even thuis geweest. Hier is een hond die zit achter een vlieg aan. Afleiding. En toen wilden we gaan lunchen. En toen kwamen we er aan. En toen was het precies op woensdag rustdag daar. Dus die was dicht. Hebben we ergens anders lekker geluncht. Door het dorpje gewandeld. En toen we uiteindelijk terugkwamen, ging de zon nog een beetje schijnen. Dus hebben we lekker op het lichtbedje gelegen. En daarna ben ik 2 uurtjes lekker gewoon naar bed gegaan. Want dat gaat gewoon door. En Anne-Laure heeft buiten op de iPad gezeten. En nu is het tijd. We zijn naar het bakkertje ook nog geweest. We hebben lekkers gehaald. Broodjes en lekkers. En nu willen we eigenlijk een serie kijken. Nou, dat is niet meer gelukt met de televisie. Dus we hebben lekker zitten kletsen. En nu is het 8:30. En Anne-Laure is lekker naar bed. En ik heb ook een kruik. Het water gekookt. Dus die ga ik pakken. En dan schoonmaken. En ook lekker naar bed. Dus wel terugstend op morgen. Het is vandaag vrijdag. Het is lunchtijd. Wij zijn vanmorgen op pad geweest. We hebben wat geshopt. We zijn mijn ouders tegengekomen. We hebben nog koffie meegedronken. En nu zijn we onderweg naar de Pokéball. Waar we van de week naartoe waren. En toen was die net op die dag dicht. En Anne-Laure verheugt zich op de Pokéball. Dus die gaan we lekker eten. Neem jij een tosti wel? Van de ja, ik denk het wel. Die gaat u voor zijn tosti. En wij zitten weer in onze favoriete strandtent. Twee heerlijke Pokéballs met een tosti. Eet smakelijk. En het was weer heerlijk. We gaan zo nog even een stukje strand wandelen en dan richting huis. We willen nog de Real Housewives kijken samen. En we doen nog even lekker een wandelingetje om te luchten. En wie er weer is, is er zoveel. Ja, we komen eraan, Maxi. Kijk hoe schattig. Deze komt uit het kersthuis van de Caravella. Die gaat mee naar huis. En we hadden allemaal leuke armbandjes uitgezocht. Dus die gaan we lekker omdoen. En enkelbandjes. En we gaan de Real Housewives kijken. Zo, ik heb de vlog zitten maken. Die is nu naar YouTube aan het gaan. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. Oh ja, ik ga nu nog eventjes mijn medicijnen doen. En hij is weer gevuld. Tijd om de vlog af te sluiten. Dus dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Doei!